Het is nu allemaal droog en ik heb de as eruit, deze uitgedraaid. En nu ga ik deze er even weer uithalen. Want ik moet hier namelijk een gat in boren. En ik wil niet het risico lopen dat ik in het ijzer boor. Kijk, zo moeilijk is dat niet. En dan wil ik dus hier een 9 mm gat in. Ik wil hier dus een 9 mm gat in boren. En omdat dit gedeelte, ik zal het even laten zien. Kijk, hij past er precies omheen. Maar zoals je kunt zien, want ik heb hem in de hoogste stand, ik heb hem wel zo erin gezet dat ik hem dat hij zo lang mogelijk is. Maar nu zie je dus dat ik het er niet onder kan zetten. Maar ja, dat, goed, dat vind ik natuurlijk weer geen punt. Want ik kan natuurlijk zeggen van, ik zet hem er gewoon onder. En dan ga ik op deze manier het gewoon proberen. En dan doe ik hem uit. En omdat ik nu weet dat hij er bijna doorheen is, ga ik nu die tafel gewoon omhoog draaien. Ja. En als ik er nu net in pas, dan gaat het heel makkelijk, zoals je ziet. Ik geloof dat ik ze nou wel doorheen ben. Even controleren natuurlijk. Ja, kijk. En nu ben ik er mooi doorheen. Dat is op zich wel een makkelijke manier. Nou, dan komt nu het volgende. Nou moet ik dus hier een gleuf in gaan zagen. En dat, zodat het op de cirkel zat. Nee, dat vind ik te riskant. Ik zal je zo laten zien waar dat voor bedoeld is. Dan ga ik er dus een gleuf in zagen. Zo. Als dit een vierkant blok was geweest, dan had ik het op de zaagtafel gedurfd. Maar omdat het een rondstuk is, dan heb ik even een proefje gemaakt. En ik ben erachter gekomen dat deze sleuf nu iets te smal is. Dus ik ga gewoon met een stukje schuurpapier, ga ik die sleuf iets breder maken. Even kijken. Ja, je kunt nu wel zien dat die gleuf gewoon echt breder is als dat die was toen ik het met de zaag heb gedaan. Nu gaan we deze er weer in zetten. En je kunt ook wel zien, als ik hem er niet uit had gehaald, dan had ik er waarschijnlijk net tegenaan geboord. Dus vandaar. Kijk, wat ik natuurlijk ook kan doen. Oh nee, dat wil niet meer. Ah shit, wat heb ik nou gedaan? Ah nee, kijk. Mijn schroefdraad is... heb ik kapot gedraaid. Nou, dan moet ik het anders oplossen. Ik heb deze erop gezet. Dat is die lokbout. Een vulbelet. De kogellager. En de moer.
Kijk, en dat ga ik nu aandraaien. En vervolgens draai ik hem ook zo door het hele hout even heen. Want hij moet natuurlijk daar helemaal weer bovenuit komen. Zo. Kijk, nou zit hij er weer helemaal goed doorheen. En zo past die kogellaag nu precies in deze plaat. Dan gaan we nu met de volgende stap. En daarvoor schroef ik deze hier even weer op vast. Nu gaan we dit even... Dan gaan we dit even rondschuren en dat doen we met behulp van deze. Dus ik zet hem gewoon even nu aan de kant. Dan draai ik hem er zo strak mogelijk in. Nou, dan zien we meteen het volgende. Ik heb hier dus nog een, want hij zit er nu helemaal bovenin. Ik kan niet verder naar boven toe. Maar nu kom ik dus net een stukje te kort. Dus wat ik ga doen, ik ga het gedeelte wat ik hier over heb, dan ga ik het er nog even afhalen. We hebben nu dus een stukje van afgezaagd. Nu zul je ook zien dat hij er, kijk, nu past hij er veel mooier in. En dan kan ik hem er ook onder draaien. Dan moet ik hem zo gaan. Dat hij met dat kogellager. Kijk, nu draait hij dus met die kogellager. Die draait hij er mooi in. Als ik hem nu aanzet. Dan draait hij. Maar nu wil ik eerst even wat gaan uitproberen. Wel even kijken of dit ding een beetje haaks, een beetje goed in het... dat was wel mooi geweest, ik heb nog een kleinere had gehad. Want het kan zijn dat ik deze tafel ietsjes moet verschuiven. Ja. Ja. Kijken of die nu goed, nog steeds goed gaat. Ja. Zo, pak ik mijn schuurblok. Kijk, nu kunnen we zien dat hij een stuk gladder is. En dat is natuurlijk ook eigenlijk de bedoeling. Maar dan gaan we weer verder. Hij hoeft natuurlijk niet spekglad te zijn. Want dat zorgt er alleen maar voor dat je meer houvast van je schuurpapier hebt. Dat is dat stuk papier waar deze rol schuurpapier in opgesloten zat. En ik ga nu even de lengte bepalen. Hoe lang dat schuurpapier moet zijn. En ik stop het er zo helemaal in. Maar wacht eens even, wat ziet er aan? Als je nog een restje houdt. Zo, dus ik stop het er helemaal in totdat hij aan de onderkant zit. Op die manier. En dat ik dan aan de andere kant ook goed kan zien. En dan draai ik hem om. Kijk, en nu weet ik dat ik daar ruim een centimeter over heb. Dus ik ga hier ook naar diezelfde
dan zou dit ongeveer de lengte moeten zijn. We gaan nog één keer controleren. Dan zie je dus dat het iets... Kijk, het zit er wat te los omheen. Dus het is net iets te lang. Ja, ik wil het namelijk op deze manier proberen. Want ik heb een aantal keren gezien dat mensen het gewoon met lijm erop vastplakken. Maar ja, wat voor werk heb je dan niet als je het, schuurpapier moet vervangen? Dan zit het helemaal vastgeplakt op dat hout. Met alle consequenties van die. Deze lengte die ik dus heb uitgetekend... ga ik overnemen op dat schuurmateriaal. Daar. En dan voor de zekerheid meet ik het even af. Ah, 20 centimeter. Hoe mooi wil je het nou hebben? Dus op de andere kant ook 20 centimeter. En belangrijk is als je het dus snijdt, dat je het niet aan die kant snijdt, maar dat je het aan de papierkant snijdt of aan de linnenkant snijdt. Want dan kun je het gewoon met zo'n mesje kun je het gewoon snijden. Nou, hoop ik dat mijn experiment gaat slagen. Ik ga zorgen dat dit dus nu mooi iets beter in beeld kan brengen. Ik hou het nu heel mooi strak om die houten rol heen. En dan hou ik dit stukje dus over. Dan kan het zijn dat die opening nog net ietsjes... Ik moet hem toch nog ietsje breder gaan maken. Meteen deze hoekjes ook wat ronder gemaakt. Dan zal ik je zo laten zien waarom ik dat heb gedaan. Nou, we gaan het nog eens proberen. Nog ietsje breder. Dus dat is gewoon even een kwestie van uitproberen natuurlijk. Ja, kijk, nu gaat het er wel makkelijker in al. Nou, nu zit het er best wel strak omheen. Maar nu moet het natuurlijk nog vast blijven zitten. Dan moet ik hier een klein stukje rondhout van maken. Tenminste, daar moet het wat op gaan lijken. Die moet zometeen namelijk dat schuurpapier op zijn plek gaan houden. Nou, ik ben er wel tevreden over dit stukje zo. Kijk, wat namelijk de bedoeling is dat dit... Nou, dan zie je ook meteen dat het nog wat te dik is. Dus het moet dan nog even wat fijner. Het is gewoon even een kwestie van proberen. Kijk, hij gaat er makkelijk in. En je kunt hem er ook wel weer zo uithalen. Doe ik dit dus met een iets meer dan een centimeter om. En dan ook aan die kant. Stop ik hem erin. Rol hem er strak omheen. Dan doe ik ook met die kant. Kijk, en dan zorg ik dat het een beetje rond is aan die kant. Zodat deze erin past. Zo. Ja, nu zien we dus dat dat dingetje iets te lang is. Dus... Nou, ik heb hem nog even... Oh ja,
Ja, nou ja, goed. Dat heb je natuurlijk veel vaker, dat ik me beschadig. Maar goed, kijk, zoals je wel kunt zien heb ik die gleuf nog een stuk breder gemaakt. En ik ben ook ergens achtergekomen. Dat speciale band, die speciale banden die ik gekocht heb, speciaal hiervoor, die zijn er toch niet zo geschikt voor. Want dat is papier. Dat had ik niet goed gelezen. Natuurlijk wel ideaal als je gewoon bandpapier nodig hebt. Maar ik had een van die andere schuurbanden van de waar ik ook gekocht heb om deze schuurblokken voor te maken. Die heb ik ervoor gepakt. En dat is linnen aan de achterkant. Oh ja, dit komt wel heel erg onder het boek. Nou, dan gaan we eens kijken of we deze er wel op een fatsoenlijke manier nu in kunnen krijgen. En ik heb het idee dat nu een stuk beter gaat. Ja, kijk. Dus je moet gewoon echt eventjes, ik heb het laatste gedeelte heb ik ook met deze houten rasp heb ik gedaan. Dus het is wel belangrijk dat je het gewoon echt eventjes met een beetje, dat die opening groot genoeg is. En dan druk ik die houten bordpen, druk ik erin. Dat hout wat ik ervoor gebruikt heb is dus niet helemaal geschikt, daar had ik wat harder hout voor moeten pakken. Maar ik ga er wel een nieuwe pen voor maken. Kijk, en nu zit hij er wel mooi strak omheen. Misschien denk jij, maar aan de onderkant zit nu helemaal niets. En dat klopt ook wel. Want uiteindelijk er nog twee van zulke lage hout komen. Kijk, deze die bedekt hem al helemaal zoals je ziet. Maar wat ik nu even moet gaan doen, is namelijk het volgende. Wat ik had uitgezaagd, dan moet ik dus een schuine rand aan gaan maken. Zoals je hebt gezien komt er dus ontzettend veel schuursel vanaf en daarom wil ik ook eentje gaan maken waar een afzuigsysteem in zit. Kijk, en hij is nu wat komisch van model en dat heb ik nou nodig. Dus nu gaan we weer